Goedemorgen. Vandaag gaan we eindelijk weer eens een keertje naar Disneyland Parijs. We zijn nog gewoon in Schiedam. Eerst even nog wat boodschappen doen, dus nu boodschappen doen voor spulletjes onderweg. En dan gaan we vanmiddag naar Hotel B&B, één nachtje. Zodat we daar eventjes kunnen slapen, zodat we morgen heel de dag hebben in plaats van dat we morgen vroeg moeten gaan rijden. Daar hou ik niet van. Dus dat is de planning voor vandaag. Eerst even in de kapper, want daar zit gewoon niet heel veel zin in zitten. Maar dat komt helemaal goed. Dus jullie zien zo het resultaat. Zo, boom! We kunnen er weer tegenaan. Lekker frisse fruitig. We zitten nog midden in de winter, maar het wordt gewoon zomer daar. Dus zomer, voorjaar. 17 graden wordt het zaterdag. Dus het haartje kan er weer lekker tegenaan, zeg maar. We gaan er een leuk weekend van maken. Even de laatste spulletjes pakken. En dan richting Frankrijk. Ik ben benieuwd of er nog gele hesjes tegenkomen, maar die doen in principe alleen op zaterdag. Dus we zouden geen problemen van moeten hebben. Op reis. Inmiddels dus onderweg. In de file. We staan stil. Geen idee wat er aan de hand is. Er staat iets van een wegafsluiting. Die wordt wel minder. Maar goed begin van dit lange weekend Disney. We gaan het zien hoe lang het duurt. Ik heb geen flauw idee. Maar je hebt er zin in. Kijk, is wat leuk. We staan gewoon echt stil. Want het is niet eens langzaam rijden. Het is gewoon puur stil staan. Dat dus. Hij werd al minder. Ja, hij stond op 40 en hij is 38. We zijn, landen, we zijn de regio, we zijn de regio nog niet eens uit. We zitten er niet eens voor Dordrecht. Dus. Hoe dicht bij Dordt? Ja, in de auto met Jord. Te flauw. We gaan het zo wel zien als we weer rijden. Tot zo. Rij ondertussen weer, gelukkig. Het was maar heel kort. Het was een defecte auto of zo. Weet ik niet. Was het een defecte auto toch? Ja, is een kapotte auto. Kapotte auto, whatever. We rijden weer, we hebben getankt, we hebben net bij Havendonk de auto volgeblubberd. Dus het is als het goed is nou clear sailing. Als het een beetje mee zit, zijn we alle files en spitsen zijn we voor. Zijn we er al een kwart bij? Als we niet stoppen. Als we niet stoppen. Maar ik denk dat we wel gaan stoppen. Maar als we niet stoppen, dan 4:15, anders 5:00. We stoppen niet zo heel lang. Dus we gaan het meemaken hoe lang het gaat duren. Dus ik denk dat we elkaar weer zien in Frankrijk. We zijn inmiddels in Frankrijk aangekomen bij B&B Hotel. Het staat er wel, 2:49. Oh, 21:21. Ik dacht 20:21. Nee. Suus weet de weg, ongeveer. Best groot. Suus on the loose. Hoeveel was het? 20:31. Nou, we zijn bij 37. 35, 34. Nee, 33. Deze. Tada! Waarom? Ja. Onze kamer gooit eens even een lichtje aan, als jij wil. Hier slapen wij voor één nachtje dus. Netjes. Mooi bed. Voor mij is matras is wel zachter. Voel jij eens? Ga jij ze? Doe jij eens even leggen. Die voetjes ook. Maar beter dan hier, ja, toch wel. En het raam kan er ook open. Dat kan alleen niet meer dicht doen. Echt zonder gein. Nee, dat ga ik zelf ook. Nee, ik heb hem door zijn ding heen getrokken. Ik sloop het raam. Heel goed. Veentje. Badkamer. Netjes. Ruim zat. Suzie moet niet aan die hendel. Hij zit bovenin, heb ik hem er doorheen getrokken. Nee, ik doe het raam even open, maar helaas.
Dat gaan we nog even repareren. Dit is het uitzicht naar een ander hotel. Ik ben even mijn oriëntatie kwijt. Nee, dit zijn zo te zien gewoon woonhuizen. Maar voor één nachtje, prima toch? TV'tje erbij. Heb je HDMI? Oh. Oh jee, je hebt pas een dingetje vrij. Nee, gaat helemaal goed komen dit. We hebben namelijk een setje bij ons om gewoon lekker Nederlands tv te kijken. Haha, verslaafd? Dacht het wel. Prima. Dus ik kan zeggen, even onze spulletjes halen toch? Eén flesje. Ik vind hem tot nu toe goed. Eén tasje. Ja, misschien twee met iets drinken erin. Ja. Inmiddels ook bij de auto de spulletjes gehaald die we voor vandaag hebben. Maar mag ik jullie er even aan herinneren? Het is 21 februari. Ik loop in een t-shirtje, jongens. Echt. Mooie zonsondergang daar zo. Het is gewoon lekker. Het is lente. Dus ik weet het niet, maar ik hou hier wel van eigenlijk. Beetje Amerika-praktijk. Dus, maar we zijn er. We gaan even, wat hebben we speciaal voor vanavond, een apart tasje hadden we gemaakt. Dus we gaan nu naar de kamer, bakkie zetten. Dingetjes even installeren en dan gaan we naar boodschapjes doen. Dus, laat even het eerste stuk nog. The next morning. Inmiddels wakker van onze eerste nacht in... De enige nacht in B&B trouwens. De bedden zijn dus net als bij Kiriat. Moeilijk hard. Maar de douche was op zich lekker, maar laag. Gisteren helemaal niet gezien, maar hij hangt dus echt maar hier. Je hebt nog een opstapje ook daar zo. Dus ik zat met mijn nek onder de douche, met mijn haar niet. Ik heb wel gebukt om mijn haar te wassen. Maar al met al, de kamer zelf is... Is prima. Maar wij houden gewoon niet van harde bedden. Dus zoals opkomst. Ook een dorpje hiernaast. Geen idee welk dorpje dit is. Geen last van gehad overigens. Het is echt gewoon een normale woonwijk. Ja. We gaan de spullen naar de auto brengen. Onze zooi. En dan... gaan we richting het ontbijt. Even, want we hebben wodka bij ons. Haha. Franse Fanta Orange. Nou is deze al een heel stuk meer oranje als diegene die wij in Nederland hebben. Want in Nederland is die gewoon geel en hier is die licht oranje, zeg maar. Wat is dat? Oh, de jaarkaart, ja. Maar deze in ieder geval, hij is ook wat zoeter. En dan zeker met slagroom wodka. Dat is gewoon alcoholische vloeibare split. Kan ook met Carente Tres, maar dan moet er ook nog room bij. Dus dit is de makkelijkere variant met onze Red Solo Cups. We zijn zo goed als klaar, hè? Sokjes aan. Spulletjes opruimen voor de rest. Schoenen staan daar, mijn vest hangt daar. Zijn we er klaar voor? Gaan we het naar de auto brengen en dan zien we jullie bij Le Petit Déjeuner. Het ontbijt. Ik heb een stokbroodje ei. Dus even een croissantje ham. Het is simpel, maar prima te doen. Zoetje, lekker koffietje erbij. Dus dit is... gaat best hoor. Een goed begin van de dag in ieder geval. Niet luxe, wel lekker. Jamme. Yoghurtjes. En je brood roosteren. Een soort brood roosteren. Croissants. Kaas en ham. Koffiemachine is daar. Nog bordjes. En dit is de hele ontbijtzaal, zeg maar. En daar staat Suus te wachten. Het was dus op zich een prima ontbijt, binnen het gezien. Niet heel bijzonder, maar ook niet heel, gewoon niet slecht. Het was gewoon lekker goed. Het waren verse croissantjes overigens, ze waren nog warm. En ook hier gaan mensen voor een doorgang stilstaan.
Het is echt onvoorstelbaar. Maar goed, dat was B&B. Gaan we hier nog een keer slapen? Misschien. Suus, misschien. Want ook hier zijn de bedden veel. Ik vind het prima, maar ik vind de bedden gewoon te hard. Ja, het zijn de harde bedden. Gewoon. Het is op je zij liggen ligt niet lekker. Ja, we houden daar gewoon niet van. Want het is, sommige mensen zweren erbij. Maar ik vind het niks. Maar goed. Het was ook maar 83, 85 euro. 85 euro. Dat is ook niet zo heel veel geld. En het scheelt s'morgens om 5 uur opstaan om nog 5,5 uur te rijden. En nu gaan we richting, weet je nog niet welk park we gaan? Eén van de twee. We zien het wel. We gaan in ieder geval richting dit Disneyland park. Ja, en nu zijn we bij de studio's en de tassencontrole door. Tien voor half negen. Het is 9:10, over 10 minuten gaat die open. We staan bij de speciale Infinity pas. De eerste keer dat we gebruiken. Ja, het is eigenlijk niet eens heel erg bijzonder, want nou ja, zeg het, er staat net zo lang een rij als de rest. Dus we zien het wel, maar we gaan zo naar binnen. Dus bij deze is dit het einde, eigenlijk is het einde van onze reisdag. Dus daar houden we het er denk ik bij, dan doen we de rest gewoon lekker voor volgende week bewaren. Heb je zin in vandaag? Ja. Jij bent moe, hè? Ja, ik ja. We hebben op een plank gelegen. Dus dit was hem voor deze week. Ik zou zeggen, volgende week. Gaan jullie zien hoe onze dag hier begint. In de Walt Disney Studios. We zijn gisteren nog even langs gereden om de boodschappen te doen. Er is nog geen schep de grond in gegaan. Een jaar geleden hebben ze aangekondigd van de uitbreidingen. Er is nog niets. Niet zichtbaar. Zichtbaar in ieder geval, ja. Ze hebben dingen weggehaald die in de weg stonden en that's it. Dus geen idee. We gaan het zien. Dit was hem voor deze week. Ik zeg tot volgende week vanuit de Walt Disney Studios.